Yo Nintendo fans, welkom weer bij een gloednieuwe Miitopia video. En ja, ik weet niet wat hier gaat gebeuren, maar er gaat iets gebeuren. We gaan de kerkers in ofzo. Wat is dit voor een gebiedje? Blue Machu, Steve, Shadow en Red zijn van de partij. Jij bent ook van de partij, dus doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan gaan we kijken wat hier... Nee. Zijn we nou weer gescheiden van elkaar? Waarom vallen die hier zoveel rotsblokken naar beneden de hele tijd? Nou, gelukkig hebben we Zucker en Wooloo nog op de reservebank. Eerst ga ik even chillen met mijn grote homie Epona. En Wooloo die wil naar Steve toe. Je hoeft niet zo boos te kijken, Wooloo. Waarom kijk je altijd zo boos, jongen? Oh, omdat jullie aan gaan trainen. Oké. Lekker bezig, jongens. Jullie zijn samen een leveltje omhoog naar level 3. Ja, ik denk dat Zucker en Wooloo ook even samen moeten chillen. Nou, dan gaan jullie lekker met me mee, toch? Oké. Dacht ik net een beetje een goed team bij elkaar te hebben. Is de rest gewoon weer verdwenen. We worden weer gescheiden door rotsblokken. En we zijn in het slot van de duistere vorst. Ja, we zijn dicht bij de bad guy, meneertje Mr. Mime. Ja, en dan moeten we nu met Zucker en Wooloo gaan doen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik zeg tegen Steve dat het hier soms somber is. En dit slot geeft me de kriebels. En Steve zegt, geen nood, want ik ben bij je. Bij het eerste teken van gevaar kun je je achter mij verstoppen. En ik zeg, dankjewel Steve. En waarom wordt onze band niet beter? Want dat was super aardig van Steve. Ik moet kiezen of ik naar links of naar rechts ga. Laten we naar links gaan. Ik heb geen idee wat deze keuze voor gevolgen heeft. Maar we moeten in ieder geval gaan battelen. Tegen een slimme kwelgeest, een ondeugende kwelgeest en een normale kwelgeest. Laten we die slimmerd eerst pakken. Oh, dat dacht ik al dat. Nee, Steve gaat voor een andere. Oh, pas op jongen. Wooloo kan nog steeds niet echt heel erg goed tegen klappies. Ik zou ze allemaal tegelijk aan kunnen vallen. Misschien is dat wat we moeten doen. Wooloo die kon mij helpen, dus dat is super nice. Er zijn nog geen kwelgeesten kapot. Zucker en Steve doen aardig tegen elkaar. En Zucker gaat ook even aanvallen. Ik krijg tikken. Maar gelukkig heb ik heel veel strooisels. Alsjeblieft Steve, geniet ervan. Hier, Zucker, jij mag ook wat. En dan gaan wij weer. Let's go, Wooloo. Bliksemstraal. Wow, nog een bliksemstraal. Hé, maar deze gasten zijn super sterk. Ik ben benieuwd of de snuif van Epona ze kapot maakt. Eentje is kapot. Steve gaat de tweede pakken. Ja, die sloopt de tweede. Terwijl ik even strooisel aan Zucker wilde geven. Zucker heeft trouwens best wel veel HP. 52. Nog eentje, jongen. Nog één. Steve wordt in zijn kont geprikt. En die sloopt de laatste. Gaan we het kistje openmaken hier in het slot? Ja, laten we het gewoon doen. Kijk, monies. Ik dacht dat de duistere vorst misschien wel een neppe banaan erin had gestopt of zo. Of een vijand of whatever. Maar gelukkig zijn de kistjes hier ook normaal. Ja, we moeten nu tegen twee slimme kwelgeesten. Die gelijk even losgaat op Zucker. Ik ga ze wel even allebei aanvallen. Zucker komt helpen. Piep, piep, piep. Let's go, Wooloo, bliksem. Pas op, Steve. Oh, Steve gaat zichzelf healen, zo te zien. Ja, en Zucker gaat er eentje hypnotiseren of betoveren. Ze moeten nou even Steve de hele tijd hebben, joh. Laat Steve eens even met rust. Zijn jullie bang voor Steve of zo? Ik ga even mijn lentebriesje doen. Ik denk dat hij misschien wat meer pijn doet. Ja, 66 HP damage. En hoppakee, Steve gaat er overheen met de 54 HP damage. Lekker bezig, gasten. Nu alleen nog even die andere. Let's go, Steve. Bing! We pakken hem samen, jongen. Ja, Steve en ik zijn goede matties. Ons vriendschap level is gewoon best wel hoog al. Waardoor we elkaar best wel vaak helpen. En eigenlijk moet je dat met alle characters hebben. Want dan gaat het wel een stuk makkelijker. Dus je moet wel echt je favoriete team gaan zoeken, denk ik, straks voor de eindbaas of zo. En je favoriete team gaan trainen. Ik vroeg het in de vorige afleveringen ook. Maar ik ben nogmaals heel benieuwd wat jullie favoriete team is als je naar mijn team kijkt. Wie zouden jullie uiteindelijk als laatste vier als team bij elkaar doen? Ondertussen is het vriendschapsniveau van Zucker. Zucker en mij ook al naar level 9. Dus dat gaat ook top. En Steve is jaloers, jongen. Maar ik wil heel graag dat mijn vriendschapsniveau met Epona gewoon keihard omhoog gaat. Ja, laten we kijken of we de anderen kunnen gaan redden. Want Shadow die staat er echt helemaal aan de andere kant. Het duurt wel een tijdje voordat we weer bij Shadow zijn, denk ik. En ik ga wel proberen om alle kisten hier te pakken. Want ik hoop dat daar dan gewoon wapens in zitten. Want de wapens worden nu best wel duur. Die zijn nu 2000 monies per stuk. Oh nee. En er is inderdaad toch een valstrik hier. Een Banshee en twee kwelgeesten. Go get them. Prapetapapapa. Let's go, Wooloo. Ja, deze battle gaat redelijk makkelijk. Er zijn er al twee kapot en de derde is ook kapot. Nice. We moeten kiezen of we naar boven of naar links gaan. Ik ga denk ik gewoon rechtdoor. Steve zegt, ik heb gehoord dat paarden
nog iets. Zelfs als een cup naar voren gericht staat. Ja, wat? Ik heb niet kunnen lezen. Het ging te snel. Kunnen ze er ook nog flink ver opzij kijken? Gaat het over de ogen van Epona? Geef in dat geval maar een luide hinnik als je gevaar ziet. Oh. En dat deed hij. Dus ik ben benieuwd. Is dit het grote gevaar? Nou, deze moeten we ook kunnen pakken, denk ik. De roze Banshee gaat nu al kapot, denk ik. Bing! En dan alleen nog even die kwelgeest. Pak hem, Steve. Jeetje, maar die kwelgeest die doet ook wel pijn, hoor. Die zit bijna Steve in één keer te slopen, joh. Wat een gek, joh. Epona, let's go! Haha, 132. Woehoe. Zijn we al bijna bij het kissie, jongens? Het is wel een ander kissie. Er zit duivelstaart in. Dit is niet de kissie wat ik per se moest hebben. Maar daar kunnen we ook nu pas naartoe. Kijk maar. Ik hoop zo dat hier even een flex wapentje in zit. Go, 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 go. Tempo. Kissie nummer 1. Er zit in ieder geval 1470 money in. Dat is best veel. Grote kist. Let's go. Openen. Een zijden gewaad. Die is voor Wulu. Dus dat is geen wapen, maar zijn afweer gaat hier wel van omhoog. Vind hem alleen niet zo heel mooi, dus ik ga alleen het effect dragen. Dus geen wapen, maar wel armor. Nou, er liggen daar nog echt veel meer kissies. Maar eerst moeten we even hier naartoe. En aan het einde van deze route gaat ook weer wat gebeuren. Yo, hallo! Het slot van de duistere vorst is enorm. Stel je voor dat je hier zou moeten schoonmaken, zegt Wulu. Misschien heeft hij daarom de gezichten van iedereen gestolen. Om alle monsters voor hen te laten schoonmaken. Ja, dat is de enige logische verklaring, zegt Sugar. Maar Wulu zegt, nah, niet de enige hoor. Oh, maar wat dan wel? Dan moet je ook zeggen wat een andere logische verklaring is. Misschien is een logische verklaring wel dat hij het kasteel wil behangen met gezichten. Dat kan ook. Mooi behangetje. Maar wacht even. Mario? Ah, Mario! Je gezicht is weg. Maar we hebben gewoon Mario gevonden en zijn hoofd zit op een demon. Let's go, Wulu. Bliksemstraal. Wulu, wist je dat Wulu eigenlijk Pikachu wilde zijn? Hij doet continu bliksemstraal. Ja, ik denk dat we eerst die ondeugende snottebelgeesten maar eens moeten pakken. Die moeten eerst kapot. Lekker Steve, goed bezig. En, hielen. Steve die is depressief geworden. Dus Steve moet maar even naar de schuilplek. Waarom doet Wulu trouwens niet zijn aanval waarmee hij iedereen in één keer aanvalt? Die kent hij wel, maar die gebruikt hij helemaal niet. Waarom niet? Die is super sterk. Ik snap het niet. Auw! Het gaat helemaal niet zo goed volgens mij. Wulu is nu ook soort van gehypnotiseerd. Steve is nog niet beter. Wat gaat Wulu doen? Ik vertrouw Wulu niet. Hij gaat mij zeker laten struikelen zo. Oh, oké. Nou, die is in ieder geval ook weg. Nice. Steve is beter. Dus Wulu mag in de schuilplek en Steve mag weer terug. En dan gaan we deze Mario Demon eens even pakken, jongens. Let's go, sucker. Go, 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 go. Wulu is weer fit. Kom maar weer terug in de battlefield. We gaan hem pakken, jongen. Althans, als Wulu niet gelijk in één klap genakt wordt. Hij heeft ook maar 37 HP. Dat is niet zo heel veel. Ik wil eigenlijk wel eens kijken wat er gebeurt als ik nu te paard ga. Het kost al mijn magic points. Maar wat gaat er gebeuren? Plant het zaadje. Oké. En wat een bloem te paard is dit. Wat is dit? Groei en bloei. Oh, dit is wel episch, joh. Dit is echt episch, maar het zorgt ervoor dat iedereen zijn HP weer vol is. Steve kan de hele wereld aan, zegt hij. Die gaat nu 115 HP damage doen. Wulu kan de hele wereld aan. Die gaat vuur doen met 50 HP damage. Steve die gaat, denk ik, weer hard slaan. Zo zijn ze sneller geworden nu. Ik weet niet, volgens mij boost ik al mijn matties of zo. 144 HP damage. Zucker denkt ook dat hij de wereld aan kan. Ja, ik weet niet, volgens mij was dit wel nice, deze move. Boom, 98 HP damage. Ik heb mezelf even weer wat HP teruggegeven, zodat ik lentebriesje een paar keer kan doen, want die is ook wel sterk. 62. Mario Demon slaat me kapot. Mario Demon, die doet veel minder damage op Zucker, joh. Die Mario Demon die maakt mij bijna kapot, maar Zucker heeft er amper last van. Ik ben inmiddels door mijn HP-strooisel heen, dus we moeten hem nu zo'n beetje gaan nakken. Let's go. Wulu, wat ga je doen? Helemaal niks. Steve, wat ga je doen? Oh, je gaat hem vuur laten smugen. Oh, 188 HP damage, jongen. En dan gaan nu Zucker en Steve ruzie maken terwijl we net Mario hebben gered. Dit is raar, hè? Mario, welkom terug, jongen. Daar ben je weer. Steve vond het maar een makkie. Oh, we krijgen echt superveel experience points. Dat woord zocht ik. Ik ga een leveltje omhoog, maar ook Steve gaat een leveltje omhoog. En het gezicht van Mario
kan terug worden geplakt op zijn gezicht. Alsjeblieft, vriend, daar ben je weer in je mooie Mario-pak. Welkom terug bij de crew. En Mario was dus een geleerde. Ja, het was eigenlijk Dr. Mario. En hij is super blij dat we hem hebben gered. Welkom terug, dude. En hij gaat ons vanaf nu ook helpen met vechten. Maar eerst heeft hij een dutje nodig. Slaap lekker. Maar de grote vraag is natuurlijk, moet Mario nu ook bij mijn team? Oké, wat gebeurt er? De stemming is gespannen na zo'n lange reis. Gaan we ruzie maken? Echt, jongen. Waarom moeten we altijd ruzie maken? Waarom kunnen we niet gewoon happy vrienden zijn met elkaar? Yay, Mario! Mario en Steve zijn al level 10 samen, joh. En Wooloo, die heeft even een cadeautje gekocht. En die wil die graag aan Zucker geven. Nou, dat is wel aardig. Jullie zijn nog helemaal niet zulke goede matties, maar jullie kropen wel een cadeautje. Een plusje koe. Zucker, niet zo ondankbaar, jongen. Een plusje koe is hartstikke leuk. Maar moeten we Mario nou meenemen of niet? Misschien in plaats van Wooloo. We gaan eens even kijken wat Mario doet in plaats van Wooloo. Ik weet niet of dit de slimste keuze is. Dat gaan we vanzelf wel merken. Maar Wooloo gaat altijd zo snel kapot, joh. En ik vraag me ondertussen af hoe het met de anderen gaat. En ondertussen zijn hier Red en Shadow. Die ook gewoon lekker weer verder gaan. Ja, ze hebben dit al eerder meegemaakt. Oh, en Toad is hier ook bij natuurlijk. Kale Toad. Die is aan het roddelen over Red. Dat is niet aardig, jongen. Waarom moet je roddelen? Kijk, zie je? Red ziet het ook gewoon. Nee. Dat moet je ook gewoon niet doen. Toad, Red en Shadow gaan ook samen op pad. En we moeten even beslissen welke kant we strakjes op gaan. Maar eerst moeten we dit level doen. Ja, en ik kan hier eigenlijk niks aan veranderen. Ik kan alleen maar strooisel geven in battles. En voor de rest moeten zij het zelf uit gaan zoeken. En ook hier is de stemming gespannen. Ja, ze hebben het allemaal niet naar hun zin hier zo in dit fort van de duistere vorst, jongen. Ja, gelukkig. Het is allemaal goed gekomen. Maar het mag duidelijk zijn dat deze omgeving niet de meest chille omgeving is. Gaan we links? Gaan we rechts? We gaan links. En daar is hun battle. Ja, jongens, ik kan jullie niet helpen. Je zal het echt volledig zelf moeten doen. Red, pak ze aan. Oké, de vlinder is in ieder geval weg. De eerste vlinder. Ja, Red, die krijgt klappies. Toad krijgt klappies. Hier heb je HP-strooisel. Ik zorg wel voor jullie. Ik ben vandaag gewoon de strooiselman. Zeg, ken jij de strooiselman? De strooiselman, de strooiselman. Zeg, ken jij de strooiselman? Hij komt uit Rotterdam. Bam. Pak hem, Red. Ja, dit doet hij toch wel goed, hoor. Ja, Red is wel heel nice. Ik ben wel fan van Red. Toad heeft de hik. Laat hem maar even schrikken, Shadow. Hey, de hik is weg. Hey, de relatie verbeterd. Yay! Maar ze zijn pas level 2, want ze kennen elkaar pas net. Yo, weer kiezen. Links of rechts? We gaan gewoon weer links. En daardoor komen we bij een kistje. Lekker! 1 game ticket. Ja, ik heb echt volgens mij nog 70 game tickets of zo. Die gebruik ik gewoon bijna nooit. Wacht een beetje tot het einde van de game tot ik die ga gebruiken. Hey, en we hebben ondertussen al 750 mensen gered. En dat betekent natuurlijk meer HP-strooisel. De schuilplek die is veiliger. Ja, dit is super fijn. Ja, Toad en Shadow die denken, nou, weet je wat? We zijn hier toch in een donkere kasteel. Laten we lekker samen een liedje gaan zingen. Dat is het meest logische ooit wat je kan doen. Oké, we moeten even kiezen. Welk kistje gaan we pakken? Of gaan we ze gewoon allebei pakken? Toad vraagt aan Shadow, zit er iets op mijn gezicht of zo? Ja, nee, er zit niks op je gezicht. Shadow zegt, nou, ik vind je gewoon super cool. Ik denk dat Shadow en Toad de beste matties worden. Dit worden gewoon matties voor live, joh. Oké, maar nu even naar het grote kistje. Ja, deze gaan we ook openmaken. En het is valstick, maar dat boeit niet. Want waarschijnlijk kunnen we ze toch wel aan. Deze scheteletjes. Kom op, Toad. Bij hem. Oh, wacht even. Ja, dit wordt wel een ding. We hebben er nog geen één kapot gemaakt. Red en Toad, ja, die gaan ook lekker. Die zijn ook samen level 9. Attack, Shadow. Pak ze. Klaar om te vuren. We schieten Red even af. Dat is nummer 1. Ja, dat is nummer 2. Daar gaat denk ik nummer 3. Beam. Er is er nog eentje over. En, oh, Shadow gaat weer snoepje eten, hoor. Ja, hoor. Shadow gaat natuurlijk weer alles opvreten. Is er weer nergens voor nodig. Hij had ook gewoon aan kunnen vallen. Ja, wat dat betreft word ik wel moe van Shadow, hoor. Dus even kijken of we ons bij de rest kunnen voegen. Dan moeten we dit level nog halen met Shadow, Toad en Red, denk ik. En dan denk ik dat we weer bij elkaar zijn. Oh jee, we moeten een hendel omzetten. Gaan we de linker of de rechter doen? Laten we de rechter doen. En dat is het MP-snoepje, wat Shadow net natuurlijk heeft genakt. Die hebben we in ieder geval weer terug. Oh jee, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Het is Luigi! Zonder gezicht! No! En Luigi's hoofd zit... Oh, die zit op een schilderij.
Het is de Guigi, de schilderij van de duistere vorst. Ik ben heel benieuwd, want hey, ik kan natuurlijk helemaal niks doen. Ik kan niet helpen. Ik kan ze alleen een beetje proberen te healen en that's it. Ik kan ook een hypersnoepje geven. Oké, die ga ik aan Toad geven. Toad is in hypermodus. Pak hem, Toad. Pak hem. Bam. Pak hem aan, Shadow. Bam. Ik ga maar alvast wat MP-strooisel geven aan Shadow, voordat hij weer snoepjes gaat lopen vreten. Lekker red. Ik heb totaal geen idee hoeveel HP die nog over heeft. Dat kan ik niet zien. Dus het enige wat ik kan doen is mijn team healen. En hopen dat ze het fixen voor me. Pak hem aan. Ja, dit was een goed klappie. Kom op, Toad. Bim. Oh jee, en nu? Ah, het valt mee. Ze hebben het overleefd allemaal. En aanvallen, jongens. En aanvallen. Nu mag Toad gaan. Bam! Ik denk dat al mijn MP-strooisel opgaat aan Shadow. Die zit zijn MP weer er doorheen te jagen, joh, als een malle. Oh, Toad is bijna dood. Don't die on me, Toad. Niet doodgaan. Ga maar lekker weer in hypermodus, Toad. Die ogen van Toad, jongen. Super grappig. Het blijft wel de vraag waarop dit gaat lukken. Ik heb totaal geen idee. Ik heb er helemaal geen zicht op. Ik vind dit maar spannend. Ik ben bijna door mijn strooisel heen ook. Sterker nog, ik ben door mijn HP-strooisel heen. Ik kan nu gewoon niks meer doen, joh. Maak hem kapot. Oh, nee. Ik ben bang dat het helemaal niet goed gaat. Hoe kom ik hier verder? Misschien moeten we via de andere kant. Misschien gaat het via de andere kant wel lukken, want ik ben bang dat dit gewoon niet gaat lukken. Toad kan natuurlijk wel healen. Die hield eerst zichzelf. Ah, we hebben ook natuurlijk nog bananen. Ja, dat klopt. Ja, ga maar lekker alles opeten, jongens. Oh jee. Ja, Toad blijft healen. Oh nee, we kunnen hem niet aanvallen. Ik ben bang dat dit het eerste gevecht is waarin we kansloos gaan verliezen. Ja, Shadow is al down. Die kan al niet meer helpen. Red gaat ook... Nee, dit gaat er niet worden. Toad, je moet ze niet slaan. Dit is zo irritant. Ik kan niks doen. Ik kan zelf niet aanvallen. Ik ben hier niet bij. Oh, wat? Wat? Toch? Nee, joh. Red, wat een held. Red doet het gewoon. Red, Guigi. Luigi. Lekker, Red. En dan zegt Shadow makkie. Terwijl Shadow echt keihard aan het struggelen was. Gefeliciteerd met de XP, jongens. Oeh, jullie hebben het toch gefixt. Red gaat nu naar level 13. Dit was zo close. Maar Guigi heeft ook zijn gezicht terug. Lekker. Hij snapt er niks van. Hij kan zich niks herinneren. Hij is in de war. Maar gelukkig is hij weer terug. Er wordt nog even een foto gemaakt van Toad die gehypnotiseerd is door het schilderij. En dan zijn we gelukkig weer in de herberg. In de volgende aflevering gaan we zien of het team weer samenkomt. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!